Ik laat je zien hoe je All-American coleslaw gaat maken. Daarvoor heb je nodig basisingrediënten. Ui. Een volle ui, halve ui, denk ik een hele ui. Deze dingen. Wortel. Mag iets minder haarig. En natuurlijk een kool. En ik gebruik daarvoor een witte kool. Die heb je groot en klein. Die worden meestal per stuk afgerekend. Dus kies een lekkere grote. Wat je verder nog nodig hebt is zout. Gebruik goed zout. Bekijk mijn aflevering over zout. Aflevering 4. Azijn. Appelazijn gebruik ik. Ook weer beter. Zit er nog wel appelzuur in. Dat is ook weer gezonder. En mayonaise. Daar kunnen we wat peper kunnen nog doorheen doen. That's it. En meer is er niet voor nodig. Je hebt even een bakje nodig. En je hebt een apparatuur nodig. Dit heet een mandoline. En die kun je, deze is een Japanse. Die kun je in hoogte stellen. En dan kun je er ook weer nog van die raampjes in doen. Die gaan er dan zo in. En dan kun je dus niet alleen pakjes, maar je kunt dus ook julienne snijden. Het is soms een beetje gekrooi, want het is nogal een enorm stuk groente. Maar probeer het maar. Het gaat wel. Kijk, als je nou geen mandoline hebt, dan kun je ook wel zo'n raampje gebruiken. Kijk, op een gegeven moment komen je vingers in gevaar, maar moet je zelf een beetje inschatten. En er zijn wel die dingen die je erop kunt doen. Die gebruik ik soms wel, soms niet. Veel dingen, dat kan het niet. Dit is weer van een andere mandoline. Die gebruikt ook best veel, alleen hier niet. Kijk, dat is dit systeem. En daar heb je ook weer andere raampjes voor. Overigens, met zo'n ding, je gaat er heel makkelijk in. Dus kijk ontzettend uit, want ik ben hier als in deze duim geweest. Je blijft bloeden, dus je kunt er niet eens een pleister omheen leggen. Weet dat. Die ringen snij ik door, zodat je toch een soort van sliertjes hebt. Dat is wel leuk. Nou, dan nog even wat zout er doorheen. Ik gebruik dus, dit is van dat Keltisch zout. Dat is echt een handje wat je erin gooit. Maakt niet uit, want dat trekt er allemaal wel weer uit. Dat knijp je er ook uit uiteindelijk. Dus zoveel zout blijft er niet hangen. En zout heb je nodig, zeker met warm weer. En je gooit er nog wat appelazijn overheen. Er is ook nog niet dood aan gegaan. En het is wel lekker en het is ook conserverend. Dus dit gaan we nog even mengen. Stampen. Nou, wat er dan gebeurt is dat zout met het azijn, dat trekt gewoon het vocht uit die kool en maakt het een stuk zachter. Het enige wat je dan nog hoeft te doen is dat er verder nog uitknijpen. En dan stort ik hem gewoon in een vergiet. Knijp ik het eruit, dan gaat het weer terug in diezelfde bak die ik een beetje schoon heb gemaakt. Dan hoeft er alleen nog maar mayonaise bij, zoveel als je zelf wilt. En als je zo'n als je geen dierlijk materiaal wil eten, dan is er ook wel een soort vaginaise of zo. Dus dat zoek je dan maar lekker zelf uit. Ik gebruik mayonaise. Dat kun je ook nog zelf maken, maar ik heb het gewoon nog en dat is soms ook heel makkelijk. Dus dit gaat de ijskast in zo'n 24 uur en dan komt er vanzelf wel weer iets waar we mee verder kunnen. Dus morgenochtend
is nu ochtend hier. Morgenochtend maak ik het dan af. Goed, de volgende dag heb je dit. Ziet er bijna hetzelfde uit, maar is goed nat geworden. Knijp eerst even al dat vocht eruit. Dat is handwerk. Bang. Enzovoort. Als dat gebeurd is, dan kun je die hele bak gewoon weer in de ijskast zetten. Of je zegt van nou, ik maak er in één klap al een merk en koolsla van. Door toevoeging van mayonaise. Goed, nou, dat is wel genoeg denk ik. Losmaken met de vork. Mayonaise. Kijk, dit is fysisch bederfd. Het ziet er een beetje donkergeel uit. Nou, dat maakt allemaal niet uit. Dat is fysisch. Het is niet bacterieel, hè? Het is geen gevaarlijk bederf. Je kunt ook nog stukjes augurk er doorheen doen. Hè? Laat je een beetje gaan met je fantasie. Kijk zelf gewoon wat leuk erbij past. Maar stukjes augurk, goede ervaring. En dan heb je hier, heb je het wel mee voor elkaar. Dit is all-American coleslaw. Dit is best lang houdbaar. Dus je hoeft er niet haast in te zetten. Het is zout, het is zuur. Wat verwacht je ervan? En mayonaise zelf is ook niet zo bederfelijk. Je ziet wel fysisch bederf, maar dat is puur een... schifting van de emulsie. Dus het olie van de waterfractie wat zich schijnt. En dat ziet er niet lekker uit, maar dat geeft niet. Dus zo doe je dat. All-American coleslaw.